Guyana wilde de tussenpersonen, de stroommannen, die vergunningen namen hier en gingen verhuren, die wilden ze uitschakelen en dan willen ze dan die vergunningen, die dan vrij zou komen, lesjes geven aan de Guyanese visser. Ik heb aangegeven dat dat niet kan, lesjes kan niet, maar misschien via de andere constructie wel. Maar maak voor mij eerst duidelijk wie die tussenpersonen zijn, wie die stroommannen zijn. En ik heb het heel makkelijk voor ze gemaakt. Ik zeg, laat die visser, die vergunning waarmee hij vist, gewoon een foto maken. Hier heeft een smartphone en voor mij appen. Dan weet ik op wie staan die vergunning staat, dat die vergunning op dit moment operationeel is in Guyana. En dan kan ik je beginnen in te trekken. Dan kan die vergunning vrijkomen. Dit was sedert eind 2020. Ik heb het hele jaar door, 2021, geen enkel kopie gehad. Tot plotseling ik nu hoor van dat er 150 vergunningen beloofd waren. Ik vraag me af van waar 150 vergunningen. Dus we wachten rustig af. We hebben een standpunt, helder. En dat delen wij ook met de gemeenschap. Maar het cijfer van 150, ik weet bij God niet waar het vandaan komt. We zitten boven ons maximum, reeds. Het moet ergens vandaan komen. Dus enige mogelijkheid zou zijn die stroommannen zichtbaar maken, die vergunning intrekken en dan kunnen we verder mee gaan. Weet je, dus maar is nooit zichtbaar gemaakt. En ik heb geen andere vergunningen. En wij werken in Suriname. Ik bedoel, we hebben een heel traject achter de rug waar wij onderzoekingen hebben laten verrichten. We werken met de visserijwet. Visvergunningsvoorwaarden zijn er ook. We hebben in 2013 een visserijmanagementplan. Is de sector overeengekomen met de overheid, welke wij onlangs weer hebben verlengd, dus aangepast, weer verlengd. Waar we heel strak hebben aangegeven per visserijcategorie, hoeveel vergunningen, maar ook andere detailzaken als maaswijdte van die netten, motorvermogen van de boten. Alle zaken zijn opgenomen. Maxima zijn vastgesteld per categorie. Dus terwijl wij bezig zijn onze visgronden te verduurzamen, is een hernieuwbare visserijbron. Zoveel duizenden mensen hebben een baan daar. Kun je moeilijk plotseling beslissen van ik ga 150 weggeven. Ik bedoel, wie zal het in zijn hoofd halen? Ik kom uit de sector. Ik weet, we hebben gevechten geleverd. We hebben zelfs Tsunami Rivier geblokkeerd in 2008, 2009. Het gevecht is, hebben wij gevoerd. En je gaat nu niet plotseling beslissen van omdat wij goede vrienden zijn, 150 vergunningen. Zo werkt het niet. Ik heb geen document getekend en ik heb ook geen getekend document gezien. U kent onze Westerburen toch? Tigri is ook zo'n geval. We hadden een dispuut met onze zeegrens. Weet ook dat is afgelopen. En het zijn fighters. Wij zijn anders opgevoed. Wij zijn veel coulanter. Wij proberen door te praten en tot oplossing te komen.